daar zat gewoon iedereen. Als daar een bom viel, dan was het gedaan met de muziekzijde in Brussel. Zo, van, dat was de place to be. Zo, van, daar moest je dan komen stoeven over hoe, hoe je de, het laatste nieuwe singeltje dan net een uur geleden in Brussel was aangekomen. Hoe dat je dat eigenlijk al heel goed vond. En dat die een andere die naast je zat dan nog niet had. Zo, je weet, zo, na één uur. Dat was, en je had hier ook Caroline Music. Dat was hier twee straten verder. En daar kwamen ook vrijdags namiddags stonden wij daar ook met een man of 20 te wachten tot de nieuwe platen, de nieuwe release binnenkwamen eigenlijk. Ja, dat was spannende tijden. Ja. Ja.